We zijn aangekomen in Yucatan en de komende dagen staan in het teken van piramides, van de Maya-piramides. We bezoeken prachtige en indrukwekkende piramides en het mooie is, we zijn meestal helemaal alleen. Wij zijn Family Everywhere. In het voorjaar van 2021 vertrokken we uit Nederland, wonend in ons huis op wielen. We trokken een jaar door Europa, anderhalf jaar door Canada en Amerika. En reizen naar Alaska en het noordelijkste met de auto bereikbare puntje van Canada aan de Arctische Oceaan. Nu reizen we in Mexico op weg naar het zuidelijkste puntje van Argentinië over de zogenaamde Pan American Highway. Reis en avonturier met ons mee naar de mooiste plekjes van de wereld. Goedemorgen, Nienke. Goedemorgen. We worden wakker hier voor de poort van de Etna-ruïnes. Dat plekje om te slapen hadden we gevonden op iOverlander. En we hebben een prima nacht gehad. Of niet, Nienke? Heb je lekker geslapen? Ja. En nou, wel super grappig. Gisteravond rond een uur of 7:45, ik was in ieder geval net deze naar bed en brengen, komt ineens de Garde Nationale aangereden, oftewel de politie. Dus we dachten, wat gaan we nu krijgen? Worden we dadelijk weggestuurd? Dus we hadden de deur open om het lekker zoveel mogelijk te laten afkoelen. Dus ineens was het, hola familia everywhere, niet Nienke? Ja, maar ik snap helemaal niet. Hoe ze ons kennen? Nou, omdat er nu de naam weer op staat. Had je het nog niet gezien dat we nu weer de naam weer op Mini hebben staan? Waar dan? Kijk maar, vooraan op de cabine. Dus hola familia everywhere was het. En ¿cómo estás? Estoy bien. We spreken inmiddels een beetje Spaans. Dus dat is echt wel heel leuk. Dus we kwamen er ook echt in het Spaans uit. En ja, er was helemaal geen probleem om hier te slapen. Ze kwamen geloof ik gewoon even kijken of alles goed was. En buenas noches, familia everywhere, gingen ze een paar minuten later weer weg. Dus echt lachen. En nu is het 7:30. En om 8:00 dan gaan deze poorten open. En dan zijn wij dus gewoon de eerste die er naar binnen wandelen. En dat is toch wel eigenlijk wel heel erg tof. Want dan zijn we gewoon voor de drukte. Ja, kijk, ik denk dat de poort nog even dicht gaat. Oh, hij gaat open. Hola. Possible entrance? Sí. Sí, oké, muchas gracias. Ja, hallo maar. Hey, wat zei je, Nienke? Wat zag je? De Maya-tempels. De Maya-tempel. Toch een hele grote. Oh, ik dacht wel dat je het daarover had. Ik had het namelijk over de hele grote. Oh, die zag ik als eerste. Oh, een huis. Nou, laten we maar eens gaan kijken. Laten we maar eens gaan ontdekken dan. Ja. Ik weet niet hoor, maar zien jullie die hele twee grote daarboven die daar aan het vechten zijn? Ja, maar daar zitten nog meer. En daar zitten ze ook nog. En drie, vier, daar op de stenen zitten. Het hele ding zit vol met liggen. Maar. Kijk, ze zijn aan het vechten. Oh. Thank you.
De Maya's leefden in Mesoamerika, welke opbloeide tussen 300 en 900 na Christus. Mesoamerika bestond ooit uit meer dan 40 steden verspreid over een deel van Mexico, Guatemala, Belize, El Salvador en Honduras. Wat zien we? Een hele grote piramide. Een hele grote piramide? Zullen we daar eens naartoe gaan dan? Nee. Naast dat de Maya's meesters waren in het bouwen van grote stenen bouwwerken en irrigatiesystemen en aquaducten ontworpen om hun steden van water te voorzien, creëerden ze ook een systeem van hiërogliefenschrift dat meer dan 800 verschillende symbolen bevat. Dit schrift werd gebruikt om de geschiedenis, astronomie, wiskunde en religie van de Maya-cultuur vast te leggen. De Maya's hielden de bewegingen van de zon, maan, planeet en sterren bij en gebruikten deze informatie om complexe kalenders te maken. Hun astronomische waarnemingen speelden ook een cruciale rol in hun religieuze en ceremoniële gebeurtenissen. En zo werd de oriëntatie van hun gebouwen en steden ook vaak afgestemd op hemelse gebeurtenissen. Nou, die lijkt er, Nienke. Ja. Zo, dit is wel echt super tof. Er is één klein groepje dat we net zagen, maar voor de rest nog helemaal niemand. We hebben dus deze grote piramide erachter helemaal voor onszelf. Het is 8:50. Het zweet loopt me echt langs mijn lijf. Het is echt ontzettend warm en plakkerig. Eigenlijk alleen maar weer om bij water in de buurt te zijn. Maar water hebben we hier niet, behalve drinkwater dan natuurlijk. Dus we gaan even knallen vandaag. We gaan echt de Puk-route doen, of in ieder geval deels daarvan. Dat is een route van verschillende Maya-tempels, een paar kleintjes ook. En dan eindigen we het einde van de dag weer bij een wat grotere. En dan morgenochtend gaan we heel vroeg weer naar een nog grotere. En dan gaan we dan weer het water opzoeken. Hallo! Hey, luister! Hallo! Echo. Echo. Zijn dat ook alfabetletters, denken jullie? Nee. Nee? Ja, ik denk nou, we kunnen dat filmpje daar nog een keer kijken. Wauw, dit is mooi. Oh! Een hele mooie is het, hè? Hele mooie. Lekker, Nienke? Lekker, Klein? Door een groen, vlak en Iwatzai landschap reden we Yucatan binnen. Op weg naar meer piramides aan de route de Puk. Ongelooflijk, wat een vlinders, jongens. Geel, oranje. Hebben jullie schommels gevonden? Oh, met je schoen. Met een aap? Ja. Zo mooi gemaakt, hè? Ja, maar dit zo was dit gewoon. Wauw. Dat is indrukwekkend. Mama, Maya's. Ja, het zijn Maya's. Weet je wat ik denk? Laten we daarachter gewoon lekker een picknickplekje vinden. Wat denken jullie? Ja. Ja. Nienke, die hoed die staat jou veel beter dan mij. Ja, jou ook leuk. Ja? Jij kan mijn hoedje wel hebben en nou. Ik jou. We zijn begonnen met de Puk-route.
zijn heel veel piramides. En eigenlijk wilde ik er hierna nog eentje doen voordat we gaan eindigen weer bij een wat grotere. Maar die gaan we skippen. Het was een heel stuk langer rijden dan dat ik had gedacht. Dat is altijd natuurlijk. Om hier weer te komen. En de kinderen die vinden het nu nog leuk. Maar ik denk nog twee piramides te gaan vanmiddag. Dat het niet meer zo leuk is. Het is ook heel erg warm. Al is het nu bewolkt geraakt. Dan is het een beetje aan het waaien. Dus dat scheelt enorm. Maar het is goed. We houden het gewoon bij deze. En we stonden dus gewoon helemaal alleen op de parkeerplaats. We lopen dus hier ook helemaal alleen. Het wekkertje ging net dat het brood klaar is. En toen zei Pascal, joh, zal ik anders het brood even halen? En dan gaan we hier gewoon even lekker picknicken. En dat vonden de meiden een goed plan. Dus wij gaan gewoon picknicken voor de ruïnes van Labna. Nee, het is hier echt bijzonder. Labna mag dan wel niet zo spectaculair zijn als een Chichen Itza. Maar om hier helemaal alleen met ons vieren rond te lopen, picknicken voor zo'n prachtige boog, vinden wij toch ook wel heel erg tof. En dit is dus de poekroute. We zijn nu hier bij Labna. Dit was de Sahil. De Kabar, daar gaan we overnachten. Dan gaan we morgenochtend naar Uxmal. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is de Maya-beschaving nooit echt verdwenen. Hoewel in grote steden werden verlaten, na een jarenlange strijd met de Spanjaarden die in 1500 aan land kwamen in Yucatan, leven de Maya's nog steeds in Midden-Amerika en hebben ze veel aspecten van hun oude cultuur behouden. Yucatan is een van de kerngebieden van de oude Maya-beschaving, die nog steeds een groot aantal inheemse sprekers heeft. Bijna 1 op de 3 inwoners spreekt een inheemse taal, waarvan bijna allemaal Maya. Wat zijn die? Een slurf. Een slurf, inderdaad. Hij zijn wel een beetje... Oh ja, daar zijn echt getallen. Heb je getallen gezien? Ja, van eentje is het hoofd afgebroken. Maar eentje is nog heel mooi. Ja. Kom, laten we kijken, want hier mogen we op. Wat denk jij, Nienke? Denk je dat ook? Aangekomen bij de Kabar-ruïnes lopen we hier gewoon weer opnieuw helemaal alleen. Het is wel maandag, dus dat heeft er misschien ook mee te maken. En superleuk het enthousiasme van die kinderen. Ik had het bij deze tempel ook echt wel verwacht, want er is hier gewoon heel veel detail heel goed bewaard gebleven. En van de week hebben we samen een documentaire zitten te bekijken. Een kinderdocumentaire in het Engels. Waar ze helemaal uitlegden over dat de Maya's hun eigen getallen hebben en een alfabet en wat bepaalde dingen betekenen. Dus super leuk om daar met ze naar te kijken en te fantaseren en te bedenken wat het dan allemaal is en wat het dan betekent. En dan komen ook de vragen los van hoe zit het nou en waar zijn die Maya's dan? Het is echt heel leuk om het daar met ze over te hebben. Helemaal het hele stuk geschiedenis en vroeger en dat mensen in een ander tijdperk leefden. Dat is iets nieuws eigenlijk voor ze en ontzettend leuk om ze dat gewoon op deze manier mee te geven. En dan? Zo. Ik vond het heel leuk vandaag. Wat vond je zo leuk dan? Om de piramide op te klimmen. En om het erop. En welke vond je de mooiste? De eerste? De tweede? Alle! De derde of de vierde? Alle! Oh nee, we hebben er geen vier. De eerste of de tweede of de derde? Alle. Allemaal? Ik vond de eerste eigenlijk wel het mooiste, denk ik. Ik zag allebei. Ja, ik vind dat op een wiel lijkt. En dat lijkt wel op een salamander of op een chameleon. Wat? Dit hè? Het hoofd. Ja, het hoofd van een chameleon. Nee, het is zo hè. De dag is bijna voorbij. Het is 5:30 en we hebben ons gesetteld op de parkeerplaats van Kaba, de ruïnes.
En ik film even deze rommelige kant en niet de andere kant, want dan zitten de kids in een onderbroek en dat hoeft niet per se op YouTube. Nou ja, we hebben ons weer binnen gesetteld en het is hier nu 31 graden. En dat klinkt heel erg warm, maar op een of andere manier is dat inmiddels best oké. We zijn echt wel een beetje aan het acclimatiseren. Het is ook eigenlijk al wel lekker afgekoeld, want het was een graad of 36 denk ik of zo. Wat had jij gezien straks? Volgens mij 37. 37 of 38 graden was het straks, maar dat is dus alweer lekker afgekoeld. En nou, vannacht hebben we ook eigenlijk heel erg goed geslapen. Alle ventilators stonden wel aan, maar halverwege de nacht heb ik die uitgezet, want ik kreeg het een beetje frisjes. Ik wilde een lakentje over me heen slaan en toen dacht ik, nou dan kunnen die ventilators ook wel uit. Dus hopelijk weer zo'n goede nacht vannacht. En als je nu net pas aanhaakt en niet helemaal meegekregen hebt waar we de afgelopen maanden zijn geweest. We zijn inmiddels aangekomen in Yucatan, vandaag om precies te zijn. En we reizen dus in het regenseizoen. En daar zagen we best wel een beetje tegenop. Zien we best wel een beetje tegenop. We zijn pas hier net aangekomen. Maar het regenseizoen betekent dat er dus ook flink regen kan vallen. Dat er ook orkanen kunnen komen, maar ook dat de nachten dus heel weinig afkoelen. En dat merken we dus ook echt aan de luchtvochtigheid. Het is nu een luchtvochtigheid van 76,5% en vannacht zal dat gaan stijgen richting de 90%. Dus dat is echt wel plakken, maar wat ik net al zei, tot nu toe gaan de nachten eigenlijk nog best goed. Dit is in Mexico, dit gaat over de Maya's. In Mexico! In Mexico. Ja, dat is... Smakelijk eten! Smakelijk eten! Ben je klaar voor? Ja! Ja? Oké. Water? Hey Nienke, heb je er zin in? Gaan we samen naar de piramides? We gaan naar Uxmal piramides. En ik ga samen met Nienke, Pascal die is iets minder van die piramides wat ik eerder al zei. En deze is absoluut meer toeristisch, dat merk je ook meteen aan de prijs. Nu gaan we iets van rond de 30 euro te betalen. Terwijl we voor die andere piramides van gisteren 3 euro, 4 euro, zoiets hebben betaald per persoon. Dus dat is echt wel een groot verschil. Oké, muchas gracias. Heb je er zin in? Ja. Een mooie tempel, een mooie piramide bekijken. Ik zie hem al. Je ziet hem al. Mooi hè? Het is wel mooi gemaakt hè? Ja. Ja, dus jij denkt niet dat dit de neus is? Wel, dit is de neus. Dit zijn de wenken. Oh, je denkt dat hij ligt gewoon. Dat hij scheef zit. Het restaureren, Nienke? Nou, om het goed te behouden. We hadden het gisteren toch over gehad, wat altijd zo slecht is voor stenen. Water en wind en warmte. Hou me vast. Ik ben Nienke, ik was met mama net aan het lopen. We zagen een grot, daar stond een bordje van... Daar zijn vleermuizen. En ineens vlogen er allemaal vleermuizen uit de grot. En mijn mama denkt dat het misschien wel dachten dat het vleermuizen waren. Maar ik vraag me af of het niet geen vogels waren. Want ik hoorde ook vogels en vleermuizen. Die vliegen s'nachts, niet overdag. Die slapen s'nachts, overdag. Ja. Maar dan nog, we schrokken heel erg. Dus we gingen echt van... Oh, want ze vlogen over ons heen. Ja, en naast ons. Was wel grappig. Is het mooi hier? Ja, en ik schrok ook van heel veel leguanen. En die leguanen, die zitten ook nog overal. Want we zijn volgens mij een van de eerste hier nu. En kijk eens wat we een hele mooie piramide gewoon achter ons hebben. Gaaf, ja. Hè? Ja. Hallo. Er zijn... Overal leguanen. En ik zie soms erbij poep. Zoals die.
Nou, daar zitten we dan weer, Nienke. Helemaal alleen voor de ruïnes. Ja. Even tijd voor een snackie. Ja. Vind je het leuk? Ja. Je loopt nu keihard richting een hele grote leguaan, hè? Rustig lopen. Rustig lopen. Die is groot. Oh, je hebt geluid, Nienke. Dus er staat zijn afgebroken. En dat hij in gevecht is geweest. Ik denk dat hij heel oud is. Oh, daar gaat hij. Een beetje te snel. Oh, hij is niet meer zo snel hoor. Ja, die is super oud. Kijk eens hoeveel dat er daar zit. Gewoon 1, 2, 3, 4. Maar die heeft ook een, helemaal afgebroken staart. Welke? Zie je die helemaal links staat? Ja. We zijn weer terug. Ik moet toegeven dat het heel erg leuk was om even alleen met Nienke te gaan. Überhaupt om gewoon even alleen iets te doen met één van de kinderen. Dat doen we niet zo heel vaak. We zijn toch eigenlijk altijd met z'n vieren. En Carlijn die is gewoon wat ongeduldiger. En Pascal is, ja, die piramides zijn iets minder Pascal's ding. Dus het was heel erg leuk om even dit puur met Nienke alleen te doen. Heel erg op ons gemakje lekker daar rond te struinen. En eigenlijk was ons plan om nu rechtstreeks naar een cenote te gaan. Alleen ons plan is weer een beetje veranderd. We hoorden van het gele dorpje Izumal. En daar gaan we toch eerst nog naartoe. En dan hebben we ook nog een beetje twijfel of we niet toch nog naar Chichen Itza gaan morgen. Chichen Itza is echt dé trekpleister hier in Yucatan. Heel druk bezocht. Echt nog duurder dan deze. Staat helemaal vol met kraampjes, heb ik me laten vertellen. Vele langreizigers die we tegen zijn gekomen, viel dat namelijk heel erg tegen. Maar ja, ik heb een beetje last van FOMO. Als je dat woord nog niet kent, dat betekent fear of missing out. Oftewel bang zijn om iets te missen. En dat is een beetje mijn gevoel nodig. Ik denk, ja, we zijn nu in de buurt. Gaan we hem echt gewoon skippen? Want dat is ook weer een hele indrukwekkende piramide. Een hele hoge piramide. Dus ik twijfel nog. Misschien gaan we hem toch doen. Want eigenlijk wilden we hem gewoon dus niet doen. We dachten, weet je, we hebben er nu genoeg gezien. Genoeg is genoeg. En laten we het hier gewoon bij laten. Maar ik twijfel toch wel weer. Dus je gaat vanzelf zien of we hem mee gaan pakken of niet. Klaar om te gaan, dames? Ja! Kijk, zie je al die gele huizen? Oeh, we zijn net door het oog van de naald gekropen. We hebben geparkeerd hier bij dit plein in het stadje Izumal. En dit wordt onze overnachtingsplek. En vervolgens is het... waar is de sleutel? Ja, weet ik niet. Waar is de sleutel? We hebben net getankt. Jij hebt de tankdop eraf gehaald. Heb je die weer opgedropt gedraaid? Nee, die heb ik niet afgesloten daarna. Waar is de sleutel? Nou, om een lang verhaal kort te maken. We hebben het geluk dat hij dus nog gewoon buiten op de kist lag. Dat hij naar de goede kant is geschoven. En dat hij daar dus in een naadje beland is. En dat hij dus nog steeds er lag. Want we zijn inmiddels alweer een uur en heel wat kilometers verder. Dus het had heel vervelend kunnen aflopen. Het is alleen keihard aan het regenen. Ons Starling doet het niet meer. Pascal is naar achter gegaan om dus die sleutel te zoeken. En te kijken hoe het met de Starling is. Maar inmiddels is het weer opnieuw keihard aan het regenen. Dus wij wachten nog even. Kijk, zie je daarachter? Ja. Daar komt het gewoon van de stoep af. Waterval. Gewoon een waterval van de stoep. We hebben het gered, dames. We zijn er. Ja. En nu geel. En Carlijn wil nog iemand bedanken. Wie wil je bedanken? Ja? Ik vind deze jurk heel erg mooi. Heel erg mooi. En Nienke, vind jij hem ook mooi? Ja. Heel erg mooi. Maaike, die heeft ons deze jurken toegestuurd van de zomer. Omdat ze de kindjes heel graag in een van haar jurken wilde sturen. Die had ze zelf gemaakt. En het zijn het jullie lievelingsjurken niet? Ja. De lievelingsjurken. Nou, dus draai er maar een rondje mee. Jij ook, Carlijn. Thank you.
Heb je genoten van deze video en alle Maya-piramides? Geef ons dan zeker een duimpje. En nog leuker, laat een reactie achter en vertel ons welke piramide jij het mooiste vond. De volgende week bezoeken we toch Chichen Itza en gaan we daarnaast op zoek naar cenotes. We willen ook hier de druk en commerciële cenotes vermijden. De vraag is, gaat ons dit lukken? Tot de volgende week!